inte kan jämföra sig med bergen. Sekreve is an upcoming Cambodian man living man feeling and fan is session of is to cook the experience in his food and then he is a carryover in Verde as a 90 jaar. Dan mag ik over Johan Hamminga. Hij zal deze keer examen met Jennifer verzorgen. Johan zit hier dus al heel de dag te cureren. Hij is dus bekend als jonge paardenjury. Hij is ook bekend als instructeur van diverse combinaties. Hij is nationaal kampioen en hij heeft jarenlang deel uitgemaakt van de selectiecommissie voor het EK jonge dressuur. En dan geef ik nu graag de woord aan Johan. Goedemiddag, dames en heren. Ja, samen van de collega's gevraagd om een paard uit onze eigen stal te mogen zetten. Dit paard is 6 jaar oud en die hebben wij eigenlijk samen met de Douwe. En waar wij daar vooral mee kunnen trainen en hoe wij daarmee trainen. Ik vind het wel leuk om daar mee gedaan met jullie een beetje op een brainstorm. En ik wil nog een volgende training laten zien ook. Het begin heeft het ingehouden, het gemakkelijk. Waar wij eigenlijk met zichzelf altijd heel belangrijk vinden. Dat uiteindelijk moet vaker duren op de achterhand. Van de achterhand het gewicht overnemen van de voorhand. Dat is wel belangrijk. Maar een paard met zijn hele mechaniek, met zijn hele werkvorm, met zijn hele spier, die moet wel in staat gesteld worden om dat gewicht door de achterhand op te gaan nemen. Dus een achterbeen verder onder het lichaam te brengen. En dat kan een paard alleen maar als je de hele bovenkant van de hak tot aan de nek van het achterbeen zit indirect verbonden aan de nek. Als die diepe spier, die groene-grondspier, steeds verder oprecht, dan krijgt het achterbeen meer bewegingsvrijheid. Naar voren en kan je gemakkelijk onderbreken. Maar je naar voren houden nog niet veel slapen. Dus wat altijd belangrijk is, dat je het hoofd voor de romp uitzet. Dat je de hals, die in ieder geval balanceert, de hals van het paard kunnen gebruiken om alles te kunnen balanceren, om zijn lichaam te kunnen gebruiken, met name ook het stukje onder en achter de staart te kunnen gebruiken. En daarom variëren in de hoofdhalshouding. Deze hoofdhalshouding waar ik nu op, dat is de hoofdhalshouding waar ik in de groep voorgesteld word. Maar dan doen we als je daar in de terugschakelen en dan zoek je van alles terugschakelen, achtergeving op. En dan kun je aan de maat in de hals, die staat te zakken, beetje dalen. Dat is het. Daar heb je de hand in je hals en daar achter de hand aan. En dan kun je daar een beetje rust uit. En dan weer aan. Zo dezelfde tijd en ritme aan de hals. Dus ik neem er weer een druk. Ja, dat hebben we niet meer. Als je dat net aanraakt, dan krijg je het zwaar terug in je paard steeds beter naar achter. Zo, dat is het. Ja, en ja, net in aanvraag, zeker tot voor zo'n paard, moet dat sterker worden, ja, Wel altijd aan stil, groeien. En hier, weet je wat,
长期也是他们的那个什么的国啊你也啊这里还是那么但是他们的那个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 Thank you.